Nee, ik vind het toch bijzonder om het even allemaal te zeggen. Bibi Fadlala, freelance, documentaire en filmmaker. En heel belangrijk hè, voor alle jonge makers, maar ook oude makers, maakt niet uit. Maar het is een nieuw, echt geweldig om het veel zelf te kunnen maken. Een YouTuber. Ze heeft een master's in media studies. En ze heeft in New York de New School Documentary Media Studies, een programma daarvan, of een opleiding afgerond. Ze heeft gewerkt voor Nederlands tv-programma's zoals NTR Podium, Vast Plat, De Halve Maan, Dicht bij Nederland, Vrouw Zoekt Kunst. En Bibi maakte de eerste Zwarte Pieten documentaire, een jaar voordat de documentaire van Sunny Bergman natuurlijk uitkwam. En waarin ook de huidige generatie van activisten al centraal stonden. Dus die film kan echt niet, is gewoon nog te zien hè, op Uitzending Gemist, kan ik iedereen aanraden. En de film heet Zwarte Piet en ik. En ja, het gaat heel erg goed met jouw eigen YouTube kanaal. Ik ben ontzettend fan. We gaan ook straks de 3 afleveringen kijken met z'n allen. Black in NL, daar ga je zo meer over vertellen. Dan hebben we Ida Does. Ja, Ida, gaat het? Want jij kwam aangerend, maar ja, goed. Heb je koffie? Moet je koffie? Nee, water? I'm okay. You're okay? Yes. Fantastisch. Je ziet er prachtig uit. Oh, dank je wel. Mooi. Ida Does is onafhankelijk filmmaker en producent die in Nederland en Aruba woont. En als journalist heeft ze voor verschillende media in Nederland, Suriname en ook Aruba gewerkt. En ook heeft ze in verschillende kranten en tijdschriften gepubliceerd. Zoals hoofdredacteur van het Mutjama magazine over cultuur en geschiedenis. En van de dagelijkse Amigo, de Arubaanse editie. Daarnaast werkte je voor de Caribische editie van het Algemeen Dagblad. En je schreef een serie korte Caribische verhalen voor een radioprogramma, voor het radioprogramma van de VPRO De Avonden. Dat is Ida Does. We hebben Yvette Forster, journalist, presentatrice, programmamaker. Maakte samen met Vincent Soekra de documentaire Lieve Hugo, King of Kaseko en de film over Double R. Je bent organisator van het Kwaku Summer Festival en van Katie Cotty. En je was genomineerd voor Amsterdammer van het jaar. Maar je hebt zo ontzettend veel gedaan. Ook heel veel met Lee Koster samengewerkt. Programma's gepresenteerd ook. Zoals Willem Wever of Jules Unlimited. Ja, inderdaad, gepresenteerd. Dus heel erg veel gedaan. Lobit, hè? En bij Lobit, ja, dat was met Lee Koster samen. Ja. Dus die is een van de eerste talkshows op primetime talkshows eigenlijk. Ja. Ja. Met inderdaad twee mensen van kleur met die alle onderwerpen spraken. Dus het was echt alles werd besproken. Het was niet een, zeg maar, zoals in die tijd zijn we nog migranten. Programma. Dat was het. Dat was het niet. Dat was het seks. Het ging het onderwerp van Gilly. Ja, ja precies. Nog steeds, dat is niet veranderd. Heb ik gehoord. Neskepex is er ook, multidisciplinair kunstenaar met een basis in theater, woordbeeld en muziek. Voornamelijk werkzaam als filmmaker en schrijver. Je maakt documentaires en performances. Je schrijft proza. Je hebt persoonlijke hybride documentairefilms gemaakt. Eigen volk, Beyond My Walls en Mookie. Je multidisciplinaire. Multidisciplinaire achtergrond is belangrijk in jouw werk. Is echt een bedding van wat je maakt. Je noemt jezelf, vind ik erg mooi, handelaar in verhalen. Storytelling is altijd jouw kern. Nou ja, je hebt prijzen gewonnen van de toneelschrijfprijzen, van alles. En waar ben je nu mee bezig? Ik heb een beurs van het Letterenfonds gekregen voor een tweede roman. En, gefeliciteerd! En daar ben ik al een tijdje aan het pulken. Ja. En een nieuwe film. Ik ga volgende maand 3 maanden naar Senegal. Dus, Wauw, en is dat ook een persoonlijk verhaal, wordt dat? Klein lijntje zit erin. Het is eigenlijk, ik ga nu heel trots mijn nieuwe werktitel vertellen. En die is Isis is a goddess. Isis is a goddess. Oké, wauw. Want dat vergeten we in deze tijd. Ja. Dus het gaat eigenlijk over dat er zoveel vrouwelijke wijsheid, inheemse wijsheid en godinnenverhalen onder onze cultuur liggen hier in Europa en dat we dat allemaal wegdrukken en vergeten en negeren. Prachtig. En heeft Senegal, heb jij ook een link met Senegal? Want jij bent... Ja, mijn voorouders komen daar vandaan. Ja. Ja. Vertel even, want daar heb ik het eigenlijk met de vorige sprekers over gehad. Ik vind het wel heel leuk, even jullie DNA. Mogen we dat even bespreken? DNA, oké, daar ga ik. Ik ben de dochter van een Gambiaanse vader met roots in Mali en Senegal. Dus mijn overgrootvader was een Koranleraar en mijn overgrootmoeder was een healer in Senegal, in de Sine Saloum
Delta. En mijn moeder is een oorlogskind, dus mijn moeder is Vlaams-Amerikaans, Afro-American, Native American. En die heeft haar vader nooit gekend, dus het is een soort mysterie. Wow. En haar moeder was Vlaams, ik kom langs mijn Vlaamse kant uit een geslacht van veel nonnen. Veel nonnen? Met, ja. Met baby's? Ja, allemaal, nee, allemaal met baby's. Nonnen? Nou, allemaal tante monnikjes. Nonnen, zeg je toch? Ja, allemaal tante monnikjes. Tante nonnetjes, dus de oudste dochter is altijd in het klooster. En ik woon zelf in een oud klooster nu. Dus wow. Dat is wel een soort voorouderlijke loyaliteit is mijn thema. Prachtig. Yvette, jouw DNA. Ja, je moet even delen. Hebben we er drie? Hebben we er drie? Nee, we hebben er twee, toch? Volgens mij twee microfoons. Twee, ja, that's it. Ja. Geboren in Amsterdam uit Surinaamse ouders, toen ik 11 was vertrokken naar Aruba. Vandaar dat ik de Antillen best wel ken. Maar ja, de DNA van je ouders, want Surinaams, dat kan natuurlijk ook betekent ook. Typisch Surinaams, ongelooflijk gemengd. Jezus, ja. Alles wat in Suriname is, dat zit in mij. Ik geloof alleen geen Hindustanen en Javanen, maar voor de rest alles. En even kijken, dat is het DNA. Ik ben van de wereld. Van de wereld, precies. Ida, ik zal jou even mijn microfoon geven, jouw DNA. Mijn DNA is Chinees. Mijn vader was een Chinese man. Mijn oma was een Creoolse vrouw. Dat wil zeggen, zij was een... ik zie dubbelbloed wordt veel gebruikt tegenwoordig, hè, gemengd. En had zowel... haar DNA in mensen die in slavernij waren geboren, als slaveneigenaren. En mijn moeder is een immigrant die naar Suriname is gekomen vanuit wat wij toen noemden de Franse kant, dus Frans Guyana. En haar ouders, om het even nog verder te trekken, die kwamen uit Nieuw-Caledonië en Guadeloupe. Wauw, prachtig, mooi. Bibi. Mijn ouders kwamen uit Soedan en ik ben in Cairo geboren waar mijn moeder woonde, omdat ook ik een Turks-Egyptische oma heb. En ik ben Arabisch-Islamitisch opgevoed, dus een soort van zwarte islamitische achtergrond. En waar in Nederland opgevoed? Ik ben in Den Haag opgegroeid. Oh ja, Den Haag opgegroeid, ja precies. Nou, mooi om wat meer te weten over jullie DNA, jullie achtergrond. We gaan het hebben over culturele en sociale issues in jullie maken. Want zoals Nina Simone heel mooi ooit heeft gezegd, it's an artist's duty to reflect the time. Jullie gedachten zo, zijn jullie daarmee eens? Zien jullie zelf ook zo? Wie wil beginnen? Ja, zeker. Ik zou niet weten hoe je jezelf van de tijd kunt onttrekken als kunstenaar, omdat je toch... Nou, alhoewel, terwijl ik het zeg, denk ik, er zijn natuurlijk legio mensen die het wel doen. Ja, precies. Kan jij het niet? Want je zegt, ik kan me niet voorstellen, waarom niet? Het is een soort van persoonlijke noodzaak die ik voel. Omdat ik denk van ja, ik kan natuurlijk boeken en films gaan maken over witte mensen. Maar er zijn al zoveel mensen die dat doen. En over... de jaren 70. Er zijn zoveel mensen die. Het is heel urgent nu. En misschien urgenter dan ooit. Nou ja, wat er gewoon nu op tafel allemaal komt. Ik heb het gevoel van: hé, eindelijk! Na al die decennia dat mensen zoals jij hun mond opentrekken. Waardoor eindelijk er een discussie wordt gevoerd die ik ergens over vind gaan, waar je je als kunstenaar niet aan kan trekken. Oké. Hoe is het voor jou, Yvette? Ik zag jou als eerste op tv en ik had zoiets, jij en jullie kosten inderdaad bij lopen. Ik dacht van nou, we zijn er. Ja, dat dachten wij ook. Prime time. Waarschijnlijk hebben wij het heel slecht gedaan dat mensen dachten, nee, dat nooit meer. Nee, dat was niet zo. Absoluut niet, toch? Nee, ik maak een grapje. Ja. Nee, maar toch ook qua kijkcijfer voor alles. Het was echt een heel succesvol programma. Ik denk voor onze mensen was het inderdaad... wij maakten het trouwens niet om een zwart programma te maken. Nee. Maar omdat wij eigenlijk van mening zijn, wij maken een programma.
En iedereen maakt het programma vanuit zijn eigen referentiekader. En vanuit zijn eigen DNA. Dus de dingen die mij interesseren, die maak ik. Want dat deed de firma Onrust. Dat was het andere programma dat bij ons in die villa VPRO zat. Daar waren van die villa's waar al die redacties zaten. Die mochten wel programma's maken van hun, vanuit hun achtergrond. Zonder dat iemand ze confronteerde. Gewoon, maken jullie een jongerenprogramma uit de Finex-wijken? Ik bedoel, dat kwam nooit aan de orde. Maar bij ons was het altijd, goh, jullie maken zwarte programma's. Nee, wij maken een programma. Ja. En zo heb ik eigenlijk altijd mijn... films ook gemaakt. Het waren de dingen die mij interesseerden. Als ik iets maakte over de decembermoorden, dan was dat omdat ik daarmee bezig was. En het is, ligt in mijn referentiekader om de aandacht aan te besteden. Of als ik het heb over een 82-jarige man die teruggaat naar India om te kijken waar hij is geboren. Een man die komt uit, een Surinaamse man. Dan is dat omdat mij dat interesseert. En niet omdat het een zwart programma moet zijn of een zwarte documentaire. En in hoeverre is, heeft de tijd voor jou ook, hè, de tijd waarin jij leefde, meegespeeld als maker? Wat bedoel je? Dat ik me daar... Is, maak je nu anders? Hè? Jij maakt al lang programma's. Je bent een van de mensen die echt al lang ook in de media werkt en ook altijd werkzaam is. Is jouw werk veranderd met het veranderen van de tijden? Want inderdaad, zoals misschien toen jij het tv-programma maakt, leek het van nou, we zijn er. Hoe zie je dat nu? Ja, dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Want toen wij begonnen, en dan moet ik toch iemand aanhalen, Felix de Roy, die heeft mij les gegeven. En dat was de man die dit over zwart maakte. Dat was de man die de Zwarte Pieter discussie eigenlijk toen al begonnen is. Daarvoor zijn er ook nog mensen geweest. Maar hij was er echt op een heel breed niveau mee bezig. Op een heel intellectueel niveau, op een kunstzinnig niveau. Ja, met de tentoonstelling. Prachtige tentoonstelling overigens. Ja. En dus... Toen hij ons les gaf, toen was dat onze focus. Wij gaan dat aan de kaak stellen. Dus als het Sinterklaas was, dan hadden wij het daarover. Weet je wel, en al die issues die nu weer opkomen, daar hadden wij het over. En dan kregen we inderdaad ook van veel mensen te horen, goh, jullie zijn wel heel erg slachtofferig bezig. Ook vanuit onze eigen gemeenschap hoor. En dan gaandeweg zie je dat we ons meer gaan interesseren voor culturele dingen. Dus dan maak je een film als Lieve Hugo of een film over de dubbele ere. En niet meer zozeer dat activistische verhaal. En dan zie je dat nu weer terugkomen bij de jongere generatie. Dus dat vind ik wel heel grappig. Ja, want hoe vind je dat nu? We hebben het gisteren ook over gehad. Zwarte Piet is natuurlijk symbool voor iets anders. Ja. Voor iets groters. Hoe voelt dat nu voor jou als maker? Wat je ziet, inspireert je dat om... daar weer mee te doen? Of heb je zoiets van, ik heb mijn verhaal gedaan, de rest is nu aan de beurt? Nee, nou ja, kijk, ik denk dat je moet ook dingen overlaten aan een andere generatie, aan een jongere generatie. Ik bedoel, ik weet dat Vincent bijvoorbeeld heel lang een film over Zwarte Piet wilde maken met een zwarte crew en een witte crew. Vincent Zwarte. Ja. En nou, dat heeft hij jaren mee rondgelopen, volgens mij ook ingediend bij omroepen en dat is dan nooit gehonoreerd. Maar nu maken andere mensen het. En dat, weet je, dat is heel mooi om te zien. Ja. En dan moet jij iets anders gaan doen, weet je wel. Want dit is alleen maar toe te juichen. Het is geweldig. Ja, het is geweldig. Een van de mensen, misschien dat Mieke van Habibi, jouw film, hè, Zwarte Piet en ik, die wordt hier ook vertoond. Oh nee, die vertoonde hier niet. Nee, niet het programma. Maar die is te zien inderdaad op NPO. Uitzending gemist. Hoe is dat überhaupt tot stand gekomen? Want dat was... De discussie was wel al, hè? Het was een jaar nadat Jerry en Quincy waren opgepakt. En heel belangrijk, wat ik altijd wil vermelden, sorry hoor, ik ontbreek, ook in Amsterdam zijn er toen hetzelfde jaar mensen opgepakt. Waaronder andere Miss Kitty, een vrouw die hier ook heel veel heeft gedaan in Zuidoost. En die is toen ook opgepakt. Vroeger waren er ook constant demonstraties, hè? Ja. De mensen ook opgepakt. Ik wil even deze deur hier dicht doen. Sorry. Die demonstraties die waren er vroeger in de 80e jaren, begin 90e jaren, waren er ook heel veel. En mensen werden ook opgepakt. De politie te paard dreven die mensen uiteen, de vrouwen met kinderwagens. Maar het is al een tijd aan de gang. Ja, ja. De film. Hoe die tot stand is gekomen. Ik heb toen volgens mij een aantal productiebedrijven benaderd. Zijn jullie geïnteresseerd? Ik had een plan geschreven samen met iemand anders toen. En die persoon is afgehaakt. En
er waren een aantal productiemaatschappijen niet geïnteresseerd. Of ja, het was toen nog wel een thema van... Het was een beetje zo'n punt van het hangt in de lucht en het zou nu kunnen. Maar tegelijkertijd ook nog veel angst bij omroepen en producenten om de eerste te zijn die daar ook daadwerkelijk iets mee doet. En toen heeft de NTR, waar ik daarvoor... Ik heb een paar jaar bij de NTR gewerkt en toen heb ik dat daar ingediend bij de eindredacteur. En die zei eigenlijk meteen van... volgens mij heeft hij nog een paar maanden eigenlijk gewoon mijn mail genegeerd. Maar toen bleek hij het toch gelezen te hebben en ineens belde hij van... ik wil dit maken en omdat het persoonlijk ook was. Dus ik had een persoonlijke insteek. En ik denk dat ze dat op dat moment veilig vonden. Van, oh ja, ze vertelt haar verhaal. Het is... geen politiek statement. Ja, in zin. Het is, dus toen durfde ze het wel aan. En daar heb ik toen gewoon budget voor gekregen. Hoe waren de reacties? Hoe is de film ontvangen toen? Want hij kwam alleen, hij was op tv, hè? Het was een televisiedocumentaire. Wat je dan hebt... Dus ik heb het gemaakt bij een diversiteitsafdeling van de NTR. Dus dan krijg je een uitzendslot op een zondag of zaterdagmiddag om 4:00. Maar ja, toch hadden wel de eerste aflevering 135.000 mensen gekeken. Wat veel is voor het slot. En ja, de reacties, ik moet zeggen, ik was toen ook, de film is volgens mij uitgezonden en 2 weken later ben ik bevallen. Dus ik heb me toen ook een beetje afgesloten van, ik heb geen persdingen of zo gedaan. Maar ik moet zeggen dat het toen ook niet heel erg op gang kwam. Ik heb heel veel mails gehad en heel veel reacties van mensen die hadden gekeken. Maar ja, talkshows of weet je wel, de aandacht die er nu is voor het thema was er toen niet. En ik weet niet of dat te maken heeft met dat ik een zwarte maakster ben of ja, wat voor factoren daar... Ik heb daar geen zicht op, maar nee. Het is niet, zeg maar, de zwart als roet documentaire is wel veel meer... Dat was een andere tijd, denk ik, en misschien een witte maakster die ook een wit publiek meer aanspreekt. Daar gebeurt dan meer mee in de... In de mainstream. De mainstream media, ja. Inderdaad. Ik zie mezelf een beetje meer als een soort underground maker. Maar zelf hou ik ook meer van underground dingen. Als ik kijk naar wat ik zelf waardeer, dan is dat veel vaker mensen die in de marges dingen doen dan is mainstream producten. Ja. Mag ik vragen wie je producent was? De omroep heeft het gewoon direct geproduceerd. Dat is natuurlijk verschil met inderdaad... Als ik daar iets over... Ja, dus kun je daar iets over zeggen? Wat nou ja, ook voor andere makers of andere mensen... Ja, dat vind ik altijd het moeilijkste. Ik kijk ook naar de andere makers hier. Van welke producent kies je. Omdat hoe je film de wereld ingaat... En welk impact hij of zij heeft... zij heeft... dat is echt heel erg wordt dat beïnvloed door de producent. Omdat die opkomt voor het slot ook. En hoe zit je in de marketing. En hoe gaat hij ook nog de wereld in. Bijvoorbeeld Mookie is mijn meest succesvolle film. Maar dat komt omdat die producent hem overal naartoe stuurde. En echt alles eraan deed om die film naar het publiek te brengen. Ja, dus dat verschil er ook in zit met die film van jou en die film van Sunny. En wie heeft Sunny geproduceerd? Sunny had een hele goede producer. Ja, de familie inderdaad. De familie. Michiel van Erps. Ja. En bij mij was het Zuiderwind, Joost Zeder, maar die is gestopt. Die is verbitterd geraakt door het vak. Die is verbitterd geraakt door het vak? Ja, door alle veranderingen bij het filmfonds. Ja, want daar hebben we ook nog natuurlijk altijd mee te maken. Ida, jij produceert juist zelf. Ja, waarom? Want je hoort, dat is heel zwaar ook allemaal. Heel zwaar, ja. Maar ook wel heel vrij, want jij hebt net een citaat opgenoemd en daar komt het woord duty in voor. En daar heb ik dan wel, heb ik altijd zoiets, duty, weet je? Ik heb al zoveel duties, dus als filmmaker wil ik me vooral vrij voelen. En daarom heb ik gekozen om mijn films zelf te produceren. Dat komt ook omdat ik toch wel een aantal malen naar Amsterdam ben gekomen en op deurtjes geklopt heb van producenten. En dat was dan nou niet echt fijn. Waarom niet? Kan je daar iets over delen? Ja, dus een beetje dat cynisme, een beetje niet het vertrouwen geven, een beetje van...
is dit nou wel relevant? Of een hele vraag die heel vaak terugkomt is, wat is de urgentie van hetgene wat je wilt doen? En dat woord urgentie kan ik eigenlijk bijna niet meer doen. En ik moet het steeds optikken in mijn plannen van urgentie. En het lijkt alsof ik dan blokkeer van urgentie. Terwijl het voor mij heel erg urgent is. Hè? Ja. Ik wil vertellen over die dichter die voor het eerst in het Sanatongo, in het Surinaams, schreef. En wat daarvoor nodig was en wat de impact daarvan was. Ik wil vertellen over die eerste zwarte Nobelprijswinnaar in het Caribisch gebied. En nou, dat werkt op mij heel contraproductief. Ja. En daarom. Is dat een antwoord? Dat is absoluut een antwoord. En nu je toch de microfoon hebt meteen ook, in hoeverre... Als jij misschien een ander onderwerp had gekozen, was het dan makkelijk geweest? En dat is ook, vraag ik jullie allemaal, is jullie onderwerpkeuze ook inderdaad bepalend voor jullie, zeg maar, plek binnen het establishment als maker? Ik weet het niet, want die onderwerpen heb ik niet aangedragen. Ik heb wel een vermoeden dat het wel zo zou kunnen zijn. Waarom heb je dat vermoeden? Wat ik zie, om wat ik zie wat er geproduceerd wordt. Maar het heeft ook te maken met de manier van vertellen. Omdat ik het gevoel heb dat in Nederland wil men heel graag dat je zelf jezelf centraal stelt. En dat is nou niet echt mijn manier van vertellen, althans niet expliciet. Ik zit altijd wel impliciet, je weet, I have my own signature, ik ben regisseur, maar ik zit er niet zelf in. En ja, voorlopig wil ik dat zo houden. En ja, dat, ik denk dat het ook daarmee te maken heeft, met de manier van vertellen. De manier van vertellen. Bibi, jouw reactie daarop, die vraag? Je heeft jouw onderwerpkeuze, nu maak je een film ook over haar. En straks even wat meer daarover vertellen, ook meteen in je antwoord. Maar bepaalt dat ook, denk je, jouw plaats als maker? Omdat je zegt, ik hou wel van een beetje die underground sfeer. Dat is ook wat ik zelf mooi vind en wat je ook maakt. En ik denk in zekere zin ook wel dat het een voordeel is. Maar ik weet niet zo goed, ik heb niet duidelijk zeg maar een voorbeeld van een ander onderwerp of zo. Dus veel van mijn werk gaat over identiteit en een zwarte identiteit dan in dit geval. Maar ik weet niet of ik dat blijf doen of weet je wel, ik bedoel, ja. Het is ook gewoon per tijd verschillend. Wat je evolueert ook als, ja, maker. En toen ik begon wilde ik heel graag dingen over muziek bijvoorbeeld maken. En nu zit ik in die identiteitsding en ik zie mezelf ook nog wel andere onderwerpen. Nu de documentaire waar je mee bezig bent over haar. Hè? Ben je aan het monteren nu? Hoe ver ben je? Nee, hij is gewoon af. Dus hij wordt 13 november uitgezonden en 11 december. 13 november en 11 december. En op welke zender? 13 november op NPO 3 en 11 december op NPO 2. En heel belangrijk, hoe laat? Die november weet ik niet, maar december is 5 voor 8 geloof ik. Oké, okay, dus ik heb een goede kans. Waarom die documentaire over haar? Waarom vond je het belangrijk om dat verhaal te vertellen? Die documentaire gaat over een jong meisje in Friesland van 12 jaar die geadopteerd is en opgevoed is door een witte moeder, alleenstaande moeder. En zij zit in een volledig witte omgeving en als enige zwarte meisje op school in het dorp. En ja, die eenzaamheid zeg maar die zij ervaart, die ja, behandel ik eigenlijk via dat thema haar. Want ze is het enige ook natuurlijk met kroeshaar, dus daardoor valt ze ook op. Haar uiterlijke verschijning is ook gewoon fysiek iets waarmee zij afsteekt tegen de rest. Dus het was een heel mooi middel om haar verhaal te vertellen en daarmee ook een groter verhaal over zwarte identiteit in een witte omgeving. Nou, we verheugen ons ontzettend erop. Ik kan echt niet wachten. Mijn dochters ook niet. Ja. Nog één keer de vraag. Ja, nee, de vraag was inderdaad, in hoeverre hè, is het onderwerp dat jij als filmmaker kiest, in hoeverre is dat ook van invloed op de plek die jij hebt zeg maar, binnen het establishment als maker? Zou het makkelijker zijn als je onderwerpen anders waren? Nou, ja, ik denk bijvoorbeeld, ik moest straks hier, toen ik hier naartoe fietste, dacht ik aan Steve McQueen, die keynote speaker was op de opening van de Black Achievement Month. Ik vind het opvallend hè, dat zijn eerste werk, als je kijkt naar Hunger en Shame, hebben jullie dat misschien ook gezien, voor 12 Years a Slave,
is minder bekend bij de black community, maar was dus een groot succes in de arthouse scene. En ik heb daar heel veel over zitten nadenken van, god, was dat ook zo geweest als hij meteen 12 Years a Slave had gemaakt. Ja, ja. Want bedoel dus, je daarmee dat het zeg maar door wit intellectueel establishment, om het even te categoriseren, daarin was het succesvol, dus dat heeft zijn naam gevestigd? Het zijn eigenlijk hele witte films. Je ziet aan sommige kleine, of ik meen te zien aan sommige kleine keuzes, dat het een zwarte maker is, maar het is niet per se het thema identiteit, wat voor mij ook altijd heel belangrijk is. Is niet meteen wat je vindt in die films. Terwijl het er wel in zit. Zeker in Shane ook, met seksverslaving. Daar heeft hij ook hele goede interviews over gegeven. Maar omdat het dan meteen, zeggen ze dan, universeler is. Hè? Ja, ja. Omdat iedereen wil zichzelf zien. Ja. Wij ook. en dat is soms, dat vind ik een heel moeilijk gegeven. Ik had met mijn laatste film, voorlaatste film, Beyond My Walls, die is eigenlijk heel wit. Beyond My Walls, is die over de Facebook-verslaving? Ja, de Facebook-verslaving. Ja. En waarom is dat, hoezo, hoe bedoel je wit? Ja, vind ik, op mezelf na, hè. Dus maar de mensen die daarin zitten. Ja, erin zitten. en op mezelf. En op jou, en op jou na, Patricia. Patricia, ja. Maar dat is dan wel grappig dat die dan het meest bekeken is ook. Dus die is heel goed bekeken. Ja. Maar is het niet ook een thema? Misschien een thema ook, ja. Wat inderdaad voor iedereen dan geldt. Dus het is een universeel thema, ja. Ja, maar die andere thema's ook. Eigen volk is absoluut een universeel thema. Dat is het niet ook heel goed bekeken? Want dat nee. Gaat, vertel even, voor de mensen die niet weten, Eigen volk. Eigen volk toon ik straks hier. Ja. En ja, dat is misschien toch wel mijn beste film, denk ik. En dat is een heel universeel thema, omdat het racisme in de familie is. En het ook over je eigen racisme gaat. Want ik ben ook soms wel eens bevooroordeeld. Jullie ook allemaal. Come on, be honest. Ja. En, maar die is dus niet zo goed bekeken. Ik denk dat ik sowieso een beetje te vroeg was. 5 jaar geleden heb ik hem gemaakt. Dat die nu actueler is dan ooit. En het slot was niet goed. De producent was inhoudelijk heel goed, maar niet dat die film de wereld inging. En ik ben heel veel afgewezen. Dus in België geld afgewezen. Vonden ze niet urgent, het verhaal. Filmfonds afgewezen. En hoe heb je hem toch kunnen maken? Omdat ik Mediafonds geld had. En ik had wel een inhoudelijk Jos de Putter, een hele goede producent. Dus en Tessa die hier straks zat, daar begon ik mee met hem te maken. Dus we hebben echt doorgezet en het is gelukt. Wow. Dus dat in die zin heeft dat thema speelt voor jou wel een beetje een rol. De verhalen die je hebt, wat je wil maken, speelt mee in jouw plek. Ja, en ik vind het soms een gevecht ook. Want beïnvloedt het je nu, of jou ook, Yvette, misschien met jou de vraag, dat je ook denkt van, want ik kan me naar het voorstellen, het kan natuurlijk ook strategisch zijn, dat weet ik ook van makers, Amerikaanse makers die ik heb gesproken. Je maakt 1 gewoon voor de establishment en daarna 1 voor jezelf, bij wijze van spreken. Herken jij dat? Het is absoluut zo dat als je zwarte onderwerpen aanbiedt, dan zegt van nou ja, hallo, we hadden 6 maanden geleden al een Surinamer. Ja. Een film over Suriname. Nee, serieus hè? Ja, zullen we lachen? Nee, maar, ik lach omdat ik het herken. Ja. We hebben. Jij produceert zelf, maar ik heb samen met Vincent Hoeken ook een filmmaatschappij. Dat hebben we gedaan omdat er geen producent was die voor Hugo wilde produceren. En dus na Lieve Hugo en Dobbele Eres hebben we nog andere dingen bedacht en aangeboden. En dan zijn ze echt doodleuk van, hij wilde bijvoorbeeld een film maken over een dubbelportret over Boutersen en hoe heet die andere gast? Ronnie Brunswijk. Brunswijk. Ja, nee, maar Pietje Puk die had vorige maand al iets met Suriname. Ja. Dus, zo'n interessant verhaal, ja, dat je denkt, ja, dit is een universeel volgens verhaal. Volgens mij ook een universeel verhaal, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Nou, wat ik zo bijzonder vind, en ik wil daarmee ook openen naar het publiek, want het zijn vaste vragen, opmerkingen. Ik weet niet of jullie het herkennen, van, misschien jij net als theatermaker, dat ik, mijn eerste theaterprogramma was mega persoonlijk. Ik ging echt over dochter zijn van de Russische moeder en de Cameraanse vader. En ik ben echt heel Amsterdams opgevoed, ik had geen idee, ik ga het land in. Dus ik dacht, ik ga spelen in Amsterdam.
En toen, nee, je speelt gewoon in dorpjes, in de provincie. En één keer een week in Amsterdam. Dus terwijl 365 andere dagen sta je gewoon in de provincie. Dus ik kwam echt gewoon in dorpen dat ik dacht van, ja, maar er is hier niet eens een bioscoop. En die naar mij kijken. Maar wat zo leuk was, en dat is misschien de kracht van theater van anderhalf uur gewoon met één iemand. Je moet wel met mij communiceren, want je hebt geen andere keus. Dat heel veel mensen er naar hem toe kwamen en zeiden, ja, dit is toch ook mijn verhaal. Snap je? Dus, dus die kracht, en dat gun ik zo aan Hilversum, aan makers en iedereen, om dat daar gewoon voor te gaan. Dat het verhaal, het is alles, in principe, als het de urgentie is, als je het wil maken, als je het moet maken, dan is het ook universeel. Daar geloof ik in. Geloof je ja, ik ben het deels met je eens, want ik heb ook andere ervaringen gehad, juist in het land. Dan kun je het verder. Misschien was het omdat dit verhaal moest ik gewoon vertellen. Dus absoluut nee. Ik heb zeker een voorstelling gestaan, want ik nog net niet met kippen en veren het dorp uit werd gejaagd. Maar dit verhaal moest verteld worden. Dus ja. ik was in een andere zone. Graag Ida. Ja. Ja. Over dat universele, ik ben het wel met je eens. En ik zie het eigenlijk als een beperking van de mensen die over de vleespotten, over het geld gaan. Dat zij dat universele niet zien eigenlijk. Want ja. Het zijn verhalen die wij vertellen wij vanuit een bepaalde referentie of achtergrond. Maar het universele, het menselijke, de strijd voor expressie, als ik het dan over de films heb, die ik gemaakt heb over dichters of verzetsmannen, Antonin Kom, dan zit daar altijd een universeel verhaal. Het is alleen geen wit verhaal. Ja, Neske. Zolang inderdaad die mensen die het geld moeten geven, zolang die recensenten, zolang heel die kring niet universeel en gemêleerd is, niet die openheid zelf ook betrapt. Ja, dan blijft het allemaal beoordeeld vanuit een eurocentrisch perspectief. Ja. Klaar. Ik wil even kijken. Ik heb een aantal films gemaakt voor de moslimomroep. En het ging helemaal niet over de islam. Maar dat kwam omdat er een Surinamer daar directeur was, Frank William. En die zei, ik ga gewoon films over Surinaamse onderwerpen maken. Ik vind dat gewoon leuk. Ik zei, ja, maar het heeft niets met islam. Maakt toch ook niks aan. Niet alleen films over christendom. Ga een film over Pijl maken. Ga een film over dagboek van Moussi Ramakar. Ja, dat wil ik gewoon. En hoe wil je het vangen? Heel goed, zeg. Ik bedoel, hij is overigens wel weggebonjourd. Daar niet van. Ja, maar goed, dat lag aan andere dingen hoor. Maar goed, hij sloeg wel zijn vuist op tafel van ik wil dat en we gaan dat gewoon doen, want meneer Knevel bij de EO die doet het ook. Ja, ja. Dus waarom niet? Precies. Mag ik iets op? Ja, natuurlijk. Jens, wat wil je? Als je het hebt over universeel. Wij zijn nu on tour van Wellmade Productions met A Raisin in the Sun. We hebben 200 mede-producenten gevonden om door te kunnen gaan. Maar we worden ook niet geprogrammeerd vanuit het feit dat men het niet ziet als universeel. Ja. Niet als een familiedrama. We zijn de laatste keer in Den Haag geprogrammeerd op een festival. Wat begon met Kelly B en feest en muziek. Vanaf 2 uur zaten de mensen in de zaal. Want op die manier krijg je die zwarte mensen met dans en met koekjes en zo. Krijg je ze in het theater om uiteindelijk naar dit repertoire stuk uit 1959 te kijken. Triest is het. Triest. Huiswerk niet gedaan door de organisatie. Die dachten, oh, is wel goed. Nee. Twee krachtige vrouwen, Samora Bergtop en Ellen Giolameo, hebben wel Made Productions opgericht om deze film uit 1959, een theaterstuk, hier te kunnen brengen. Het zijn de programmeurs. Ja, de programmeurs doen het. Die hebben huiswerk niet gedaan. Theaterprogrammeurs die letterlijk zeggen dat zij het publiek voor deze voorstelling niet hebben. Want volgens hun is het voor zwarte mensen, omdat alleen maar zwarte mensen in deze spelen. Ja. Weet je, ik zit natuurlijk niet helemaal hier, zeg maar, in dit groep. Ik ben een beetje... Ja, je staat ook in de... Nee, maar ik bedoel... Wat ik bedoel is, ik sta een beetje daarnaast in zeg maar, het onderwerp. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, veel producenten en journalisten, als ik zie waar ik mee bezig ben om de rechten van de slachtoffers van Nederlands-Indië, dat hun mannen en hun vaders zijn vermoord, dat ze dus moeten kijken.
Kijk, veel mensen hier in Nederland, die hebben een achtergrond daar. Het is heel moeilijk om hun vaders of opa of oom en tante af te vallen. En daarom is het. Kijk maar naar, naar Rutte. Die wil dat gewoon niet. Terwijl hij donders goed weet dat het niet goed is. Dus die verandering is moeilijk omdat hij denkt ook nog in de traditie van zijn ouders, voorouders. Maar dan heb je het ook over zijn uitspraken over Indië? Ja. Of Indonesië? Ja. Voorouderlijke loyaliteit heet dat. Maar niet alleen hij, maar ze zijn er legio. Ja. Wat is het dan? Maar nu mijn vraag. Over het intergenerationele overleg, over die intergenerationele overdracht, want ik merk dat ik geregeld in gesprekken ben, bij bijeenkomsten ben, en dat mensen van de vorige generaties zeggen, deze dingen hadden die bespraken we toen en dit en dat is een zo, en dan zeg ik van, maar ik wist dat niet. Dus ik denk dat er een soort disconnect is, en ik kijk graag naar de makers van culturele sociale issues, van hoe kunnen we dat met elkaar oplossen, civil society en jullie, hoe kunnen we dat met elkaar oplossen, en ook denken ook aan het gesprek van Chandra gisteren, en dat ik daarna gisteren met een man sprak die me vertelde van ja, in die tijd streden we tegen politiegeweld, want ze maakten zwarte mannen dood en dat soort dingen, en nu zitten we hetzelfde doen en mannen te benoemen van onze generaties en niet al die legio generaties daarvoor. Ja. Dus er is een soort disconnect gaande, en hoe lossen we dat met elkaar op? Hoe lossen we, ja, is er ook een gebrek aan archief of archivering? Het is er wel, maar het is nu volop volgens mij in productie. Even, want gisteren ging het daarover, heeft Jan en Frank een prachtige presentatie over gegeven. Er is heel veel archief, maar het komt niet tot ons, omdat het inderdaad bijvoorbeeld bij kenniscentrum Atria, en waarschijnlijk geldt het voor heel veel andere kenniscentra, ergens zeg maar in de kelder ligt. En zelfs als je naartoe gaat en je wil het inzien, hangt het er echt af wie tegenover je hebt die dat überhaupt weet. Dus 9 van de 10 mensen zeggen, geen idee, volgens mij hebben we dat niet. Snap je? Dus dat maakt het lastig. Daarom riep gisteren Antoine Del ook echt op voor het belang van een eigen plek, museum, iets, bibliotheek, waarin we dat we onze eigen archieven terug eisen. Mitchell is daar inderdaad met NUC en Jessica is hier ook. En Jessica, alsjeblieft, die zijn daar heel hard mee bezig. Er is al echt een archief gaande, maar nog niet alles hebben jullie tot jullie beschikking. Dus daar moeten we voor knokken dat daar terecht komt. Ja, kijk, Ida en ik zijn van dezelfde generatie. Onze generatie was gefocust op Suriname. Wij waren niet gefocust om hier te blijven. Wij zouden studeren, afstuderen en teruggaan. En in 80, 82 is een soort waterscheiding gekomen en konden we niet meer terug naar Suriname. En dit werd dus de plek waar we ons leven zouden opbouwen. En al die organisaties die er toen waren, al die welzijnsorganisaties, studentenorganisaties, die actie voerden en ook de archieven maakten die nu ergens weggestopt zijn, die zijn verloren gegaan. Dus ik want een deel is teruggegaan, bedoel je dat? Nou, niet teruggegaan, die zijn wegbezuinigd. Dus al die dingen zijn weg. Alleen de enige die nog over is ons Suriname. Ja. En daar zijn dus is New Urban Collective is bezig in het archief. Jessica, vertel even over wat je gisteren ook even verteld en ook nu weer terug. Wil je weer iets staan? Graag opstaan. Ja. Kom even staan. Ja. Oké, mijn naam is Jessica de Abreu, bestuurslid van New Urban Collective. We zijn vorig jaar begonnen met een startcollectie, een boekcollectie van Waldo Huibron, een socioloog aan de Universiteit van Amsterdam, die deed onderzoek naar slavernijverleden vanuit een niet-westerse perspectief. Nou, daar hebben we dus een startcollectie van 2000 boeken, hij is helaas overleden, zijn zoon hebben we het overgedragen aan NUC. Zijn we begonnen met een bibliotheek. We moesten helaas verhuizen, wat eigenlijk een positieve ontwikkeling was, want we kwamen terecht in Vereniging Ons Suriname, en die had ook een enorm historisch archief van het zwart verzet in Nederland. Dus al die tijden waarvan ik dacht, nou, het verzet begon bijvoorbeeld met Gloria Wekker, Filomena Essek en zoveel andere mensen die zich verzetten tegen Zwarte Piet, lijken er nog meer verzetten te zijn daarvoor. En dat niet alleen, dat ook een internationale dimensie eraan vast zat. Bijvoorbeeld dat we persoonlijke notities hebben van Ransom Hughes, James Baldwin, etc. Dus daarom doe toch weer de oproep, mensen die graag willen bijdragen. Ook, ik zeg het, benadruk het nog steeds, sommige mensen in witte instituties hebben niet het oog
de culturele historische waarde te zien van bepaalde dingen, zoals Chandra gisteren vertelde over een foto van Arthur Lloyd met Gloria Wekker. Dus als mensen dit soort dingen tegenkomen, breng het graag naar ons archief. En when it comes to decolonized museum, ik zeg het altijd, just give stuff back. We willen de spullen terug krijgen. Ja, Ida. Er schoot me net iets te binnen over de discontinuïteit waar jij het over had en waar Yvette net iets over heeft gezegd. Er zijn natuurlijk ook veel mensen weggegaan uit Nederland. Toen het eenmaal tot ons doordrong dat we in Nederland moesten blijven, omdat in Suriname het steeds donkerder werd voor mensen zoals wij. Maar ook omdat je een beetje gedesillusioneerd raakt door ons culturele klimaat hier in Nederland. Vanmorgen zat ik in de trein en jullie hebben het vast ook gelezen wat Rutte gezegd heeft van je moet Nederland accepteren of je bent exit, weet je. En toen dacht ik aan een uitspraak van Trifossa, die dichter waar ik een film over heb gemaakt. Die zei van het Nederlands is belangrijk voor ons, de Nederlandse taal, maar zijn wij belangrijk voor het Nederlands? En dat vertaalde ik naar Nederland van wij moeten Nederland accepteren, maar accepteert Nederlands ons? Weet je, en dat zijn de spanningsvelden. Ik was laatst op het filmfestival waar een hele goede filmmaker, Karim Traida uit Algerije, vertelde, ik wist het helemaal niet, terwijl hij ook van mijn generatie is, hè, dat hij weg is gegaan, gedesillusioneerd vertrokken uit Nederland, omdat hij gouden kalf winnaar voor de Poolse bruid, omdat hij jaar in jaar uit afkeuringen kreeg van alle fondsen voor zijn plannen. En ik sprak hem in de pauze en ik vroeg hem van, joh, ben jij eigenlijk ook cynisch geworden dan, Karim? En toen zei hij, ze willen ons niet. Ze willen ons niet. En ik vond het heel hard. Racisme toch? Maar goed, we zijn hier, hè? We zijn hier, we zijn Nederlands. Maar het ging over die discontinuïteit. Felix de Rooy ook. Waar is Felix? Weet je, Felix is ook gedesillusioneerd. Een fantastisch getalenteerd man die zoveel heeft betekend. Dus dat aspect moeten we ook meenemen in ons historisch besef. Nou, die connectie kunnen we maken door inderdaad initiatieven als van de NUC, van zo'n archief te supporten. En Quincy had laatst een prachtige speech gegeven in Spui 25, Tetsu Kool. Die is in Nederland, werd geïnterviewd door Steven Sanders. Steven Sanders is een journalist die zich vaak heel negatief heeft uitgelaten over activisten, over zwarte, boze mensen. Hij interviewde Tetsu Kool, maar daarvoor gaf Quincy, mocht een workshop organiseren bij Spui 20, en die benoemde dit. En die zei ook, het is ook onze plicht aan ons allemaal, aan de mensen die op een plek zijn, om dit te weten. En ook die mechanismes vanuit een positie van luxe en bekendheid te blijven benoemen. Dat raakt weer aan die solidariteit. Ja. Dus als jij op een plek bent dat jij dat kan benoemen op een beleefde manier, want iemand wil iets van jou, dan is dat heel belangrijk om dat te kunnen blijven doen. En zeker ook internationaal. Dus hij heeft Tezu daar ook op aangesproken, Bini. Ja, ik wil nog even reageren op wat jij zei. Dat ik zie het misschien net iets anders. Dat ik denk van, we zijn zo vaak bezig van, ze willen ons niet of ze accepteren ons niet. Dus we kunnen onszelf ook soms alleen maar zien als de witte man ons ziet, zeg maar. En waarom moeten we daarmee bezig zijn? Waarom kunnen we niet gewoon... Ik vind niet dat we daar moeten gaan zitten. Nee, dus we kunnen daar zelf maken op YouTube, Het is gewoon een afleiding om je met Rutte of dingen bezig te houden. Ja. Het is belangrijk om je daar politiek over uit te spreken, maar het is afleiding die je afmaakt van... misschien. Ja, maar het kan en. Je hebt een groep die dus kan blijven maken, die moeten supporten. Je hebt activisten, die moeten we dan, daarom vind ik dus ook supporten. En je hebt mensen die in het establishment hele goede dingen doen. En dat die driehoek, hè, die connectie met elkaar blijven maken, lijkt mij. Ja, want Vanessa. Ik vind wel, Neske, Sorry, Neske. Maar soms kom ik ook daardoor wel in een spagaat. Want je wil natuurlijk dingen benoemen en ik, als schrijver voel ik mezelf echt ook verplicht om erover te schrijven. Maar soms denk ik ook van, ja, maar ik wil ook gewoon als kunstenaar heel vrij blijven maken. Dat geeft soms, en ik vind het fantastisch zoals jij als activist opstaat, maar ik wil bijvoorbeeld echt geen activist worden. Nee, maar weet je, het is een heel lastige spagaat. Nee, maar ik denk juist dat dit een oproep is vandaag, dat helemaal niet nodig is. Want ik zal Maar die spagaat wil ik benoemd. Ja, ik snap heel goed, maar ik denk als we verder willen, stel ik voor dat we daar nu
afscheid van nemen. Die spagaat is er helemaal niet. Want jij, ik support jou in jouw werk. En ik weet, en jij support mij in de manier waarop ik werk. Nee, maar daar ben ik niet met je eens. Want nee? Ik kom, nee, echt totaal niet. Want ik kom het toch tegen. Want als ik nu een bundel schrijf met die essays die ik aan het schrijven ben. Dan zit ik in een fonds wat er niet op kan reageren. Dus op het moment dat mijn fonds, hè, mijn uitgeverij zegt van... oh ja, leuk. Nou, dat willen we wel uitgeven. Dan denk ik, ja, maar jullie hebben geen know-how. Jullie kunnen niet reageren. Dus ik moet mensen hebben uit de community die meelezen en die mee mijn scherp houden. En daar reageren zij niet op. Dus dan word ik zo fel en kwaad dat ik dus ja. Toch opeens activist word. Terwijl je gewoon wil maken. Ja, ik wil gewoon dat boek schrijven. Ja. Dus je zegt, het is er niet, maar dat is te plat gesteld. Je hoeft je daar niet schuldig of... Nee, maar ik vind het zelf heel lastig, dus red me niet. Ik weet dat je het goed bedoelt, maar ik blijf er tegenaan lopen, begrijp je? Ja, maar weet wel dat er dus bijvoorbeeld de enige zwarte editor die we hebben, acquirerend editeur, is er bij AUP, Ebbie Serau. Ja, die zei ook tegen jou, hey, kom bij ons. Dus netwerk... Ja, ik ben trouw en loyaal. Ja, goed. Oké, goed. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Oké, okay, ik geef jou het laatste woord. Ja, op een of andere manier zijn we activist allemaal tegen Dylan dan. Maar ik denk dat we onze eigen platforms hebben en moeten creëren. Ja. Ik bedoel, Black Achievement Month, dat is een platform waarop we kunnen shinen en waarop we met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Dat doen we al. Maar Kwaku is het ook en Kitty Kotti is het ook. Ja, en we hebben tal van mogelijkheden om die eigen platforms te creëren. En ik bedoel, een YouTube-kanaal, dat is een nieuw platform. Ja. Dus laten we in godsnaam, wat dat betreft ben ik het wel met je eens, naar onze eigen mogelijkheden kijken. En de nieuwe wereld op de nieuwe tijd geeft ons al die mogelijkheden. Ja. Absoluut. Ja. Nou, ik vind het mooi weer afsluiten. Jongens, als jullie twitteren dan alsjeblieft met ZwartNL. ZwartNL, dat is de hashtag, want dit is inderdaad het tweedaagse symposium. Zwart Nederland in samenwerking met...